de 10 kilometer vertrekken. Vandaag dag 4. Dag 4 is de finale. Iedereen is doodmoe. Het weer is bloedheet. Maar iedereen is nog steeds enthousiast. We zijn bijna bij het einde. En we doen weer verslag hoe het eindigt vandaag. Het gaat steeds moeilijker, denk ik. Of lijkt het maar? Nou, dat lijkt maar. Ik loop vandaag voor het eerst pas mee, hoor. Ik heb nog in 2 dagen gelopen. En hoe gaat het met het kindje hier? Die, zeg het eens, die is een beetje moe. Ja. Ben je een beetje moe of ben je voor moe van? Door het lopen. Jullie willen graag iets zeggen, hè, op televisie. Doe dat nou eens. Wij vinden het heel leuk dat we zoveel plezier maken en dat we nooit ruzie maken en dat we gewoon straks een medaille krijgen en dat we heel leuk aan het spelen zijn. Heb je mooi gezegd. Dankjewel. Mag ik iets vragen? Ja, maar natuurlijk. Maar met wie ben je nou aan het praten? Met een vriend van mij. En aan het lopen? En aan het lopen, ja. Maar dat is toch alleen maar vrouwen die twee dingen tegelijk kunnen? Tino, ik moet ophangen, want ik heb maar één ding tegelijk. Is goed. Yo. Houden we. Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, succes verder. Ja, dankjewel, hè. Hoe is het gegaan met jullie met de avondvierdaagse? Vertel het eens. Goed. Alleen maar goed? Zijn jullie moe? Ja. Jij ook? Ja, weet je wel. En wat gaan jullie straks doen? Lekker eten. En jij bent van de Petrusschool. En van welke school ben jij? Ook Petrusschool. Maar waarom heb jij dan niet zo'n mooi geel shirtje aan? Omdat dat heet is. Hebben jullie het warm? Ja. En is het vermoeiend nog? Ja. Beetje. Welke afstand lopen jullie? 5. Wat doe jij? Jij doet twee dingen tegelijk. Jij loopt en jij geeft iemand... Een flesje. En aan wie geef jij dat flesje? Aan Kaya, mijn kleine vriendje. Heb jij een klein vriendje? Ja, dat is deze. En die loopt ook helemaal mee? Nee, hij zit. Hey, maar die jongen die is goed bezig, hè? Ja. Die drinkt, hè? Ja. Heb je ook genoeg gedronken? Ja, best wel. En kun je nog verder? Ja. Ben je moe? Nee. Nou, dan gaan we lekker door. Ja. Je loopt nu vandaag mee en de tweede dag was je druk met de muziek bezig. Ja. Hoe is dat om nou weer mee te lopen? Want ja. Je doet ook van alles, hè? Nou, het is hartstikke leuk. 2 dagen muziek maken en 2 dagen meelopen. Dus dan heb je van allebei de kanten een beetje natuurlijk. En dat bevalt reuze, moet ik zeggen. Ik heb een potje met vet al op de tafel gezet. Ik heb een potje vet al op de tafel gezet. Goed zo. Jullie zien er echt vermoeid uit. Echt niet. Echt niet? Nee, echt niet. Is het eerste dag dan? Nee, dit is de vierde. Maar wij zijn een beetje gewend te lopen dus. Hoe kan dat dan, dat je gewend bent te lopen? Dat ik eigenlijk nou doe. Hij heeft niet meer te werken. Oh, dat is wel mooi. En gaat ook de Vierdaagse lopen? De echte Vierdaagse naam? Hij biedt er wel. Maar jullie gaan maar lekker verder. Wij doen wij. Mag ik iets vragen? Want je hebt er stevig de pas in, hè? Ja. Hoe komt het? Oh, we hebben er zin in. En op de vierde dag nog niet steeds... Gaat nog steeds goed. Hoe gaat het? Goed. Want het is vierde dag, hè? En hoe gaat het nu? Ja, goed. Ja, goed. En denk je dat je het gaat halen? Ja, zeker. Welke school zijn jullie?
Vossenpoel! Ja, ik kan dat daar wel zien, maar ik kan aan jou niet zien. Ik ben vergeten. Oh. Jullie hebben een hele belangrijke rol. Ja, altijd. Als vrijwilligers staan jullie hier het verkeer te regelen. Jullie zorgen dat het veilig gebeurt. Dat hopen wij tenminste, ja. Maken jullie nou wel eens iets mee wat gevaarlijk is en wat jullie kunnen oplossen? Waar wij op kunnen oplossen niet. Het gaat gewoon om de mentaliteit van de mensen. En we zeggen netjes, let op, kijk uit. Dat bedoelt dus de deelnemers. En ook de passanten, de wandelaars, de automobilisten, de scooters, de brommers, allemaal. Is het dan nog wel leuk om te doen? Ja, want enthousiasme van de meeste mensen is helemaal super. Daar doet het voor. Volgend jaar weer? Absoluut. Dankjewel. Graag gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Dommeland. Hoi. Beste mensen, we staan hier voor de verzamelplaats. Het is hier echt een drukte van je welste. Iedereen die zit te wachten om naar de markt te gaan, waar uiteindelijk iedereen zich verzamelt om ook naar de prijsuitreiking te kijken. We zijn natuurlijk benieuwd wie er gaat winnen, maar dat zien we vanzelf. Maar het is hier een gezellige, warme drukte. Nou, ik sta te wachten op mijn dochter, Indy. Indy van Rijs is 6 jaar en ze heeft 5 kilometer gelopen. Dat is een hele prestatie. Ja, zeker. Groep 3. Van welke school? Van de Petrus. Mooi zo. Go Petrus! Dankjewel. Alsjeblieft. De Boxharmonie is in aantocht en die gaat nu de mensen ophalen om naar de markt te gaan. Het wordt zeker heel erg gezellig. Thank you.
Zijn jullie niet blij dat het nou afgelopen is? Ja. Ja. Ben je moe? Nee. Dus je kunt nog verder? Ja? En de ouders en de begeleiding, is die blij dat het afgelopen is? Het was heel gezellig. Het was heel gezellig. Ze zijn wel klaar nou, dus ja. Het is gebeurd. Volgend jaar sowieso weer. Wat, eerste prijs? Ik loop de eerste keer mee, hè? Het kleinkind. En, maar dan is dit eigenlijk voor het kleinkind? Nee, nee, die heeft er ook één. We zijn alle twee verwend. Kijk, okay. Daar is hij. Luc, kijk eens. Kom maar eens even hier, Luc. Ben je een beetje moe? Nee. Dus je gaat nog een keer 5 kilometer lopen? Ja. Goed zo, succes hè. Het is nu bijna 7:45. Alle deelnemers lopen binnen, ook de terrasjes lopen vol. Maar als we naar de lucht kijken, het is vandaag verschrikkelijk heet geweest, maar als we naar de lucht kijken, dan ziet het er heel slecht uit. Het is binnen nu en 5 minuten komt er een stortbui, die is niet normaal meer. Dit is dan de vierde dag, de afsluiting van de avondvierdaagse. Het begint hier te regenen nu. Het is de hele 4 dagen fantastisch weer geweest. En op het allerlaatste moment gaat het nu regenen. Het gaat waaien, het gaat stormen. Maar dat kan de pret niet meer drukken. Het is fantastisch geweest en we gaan op naar het volgend jaar 2016.